Goedenavond en welkom bij het COVID-19-journaal. Er is gisteren heel wat ruis ontstaan na het interview welke het COVID-19-journaal had met de kinderarts Dr. Kloof over kinderen en het coronavirus. Om zaken recht te trekken heeft de minister van Volksgezondheid de volgende statement afgelegd. Graag uw aandacht voor de minister. De afgelopen dagen hebben wij vanuit het ministerie van Volksgezondheid gemerkt dat er wat ruis is ontstaan. Wat onzekerheden met betrekking tot besmetting in deze golf, maar ook besmetting in het algemeen bij kinderen als het gaat om COVID-19. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in overleg met de vakgroep kindergeneeskunde een en ander afgestemd. En we komen tot de conclusie dat inderdaad vanaf maart vorig jaar, dus sinds de intrede van de pandemie in Suriname, wij besmettingen van COVID-19 bij kinderen hebben gezien. Het gaat om een totaal van tussen de 500 en 525 gevallen. Inderdaad geven de kinderartsen aan dat daarvan slechts 2 kinderen in die periode die genoemd is, zijn opgenomen geweest. Althans, zuurstofbehoeftig waren. Wij hebben gezegd, we weten dat COVID-19 gewoon uit de literatuur bekend is, uit de cijfers van de hele wereld, dat COVID-19 elke leeftijdsgroep kan raken. Dat betekent niet omdat u kind bent of omdat je ouder bent, dat je niet besmet kan raken. Besmetting en presentatie van ziekteklachten zijn 2 verschillende zaken. Uit de cijfers is ook bekend dat van alle cases, alle gevallen in de wereld van COVID, tussen de 85% en 90% van de mensen asymptomatisch zijn. Dat betekent dat ze geen klachten ontwikkelen. Ze zijn wel besmet, maar ze ontwikkelen geen klachten. Ze zijn besmet, ze zijn tevens ook besmettelijk bij milde klachten. Dat betekent dat wij blij zijn dat er op dit moment geen kinderen zijn die zo ernstig ziek zijn dat ze zuurstofbehoeftig zijn of dat hun leven op het spel staat. Daar zijn we zeer blij mee om. Maar er is een gevaar. Het Manaus variant en andere varianten die circuleren in onze samenleving. Die circuleren en dat hebben wij kunnen vaststellen door op basis van de genetic sequencing. Dat is niets anders dan analyse, genetisch onderzoek naar de monsters die zijn geselecteerd. Dat betekent, als wij weten dat Manaus variant in Suriname circuleert, waarop moeten wij voorbereid zijn? Dan kijken we naar de regio, naar de landen waar Manaus variant reeds tot vele doden heeft geleid. Vele levens heeft gekost. Ook heel veel druk heeft gelegd op het zorgsysteem. En we hoeven niet ver te kijken. Kijken we naar Brazilië. In Brazilië zijn de cijfers al gepresenteerd. We zien een shift bij Manaus variant naar jongere leeftijdsgroepen. Let wel, jongere leeftijdsgroepen. Ik zeg niet kinderen alleen. Veel jongere mensen. De IC's zijn volgeraakt met jonge mensen. Waar we in de eerste 2 golven nog te maken hadden met ouderen, vooral die in de IC's belanden en mensen met onderliggend lijden, hebben we gezien in Brazilië, in India, dat heel veel mensen nu van jongere leeftijdsgroepen in de IC's belanden. Het is bekend ook dat kinderen zelf heel ziek geworden zijn en zelfs kinderen zijn overleden in Brazilië en andere landen. Wij weten dat Manaus variant hier circuleert. Wij zeggen, we gaan niet wachten om die situaties hier te krijgen. Het is belangrijk dat we onze kinderen ook beschermen. Iedereen houdt van hun kind. Wij houden van alle kinderen. De IC's moeten bespaard worden om daar kinderen te krijgen. Dus wanneer wij stellen als ministerie van Volksgezondheid dat wij inderdaad bezorgd zijn om het aantal besmettingen bij kinderen, dan zeggen wij dat omdat wij daartoe een reden hebben. We weten wat het kan betekenen als kinderen hier ook nog eens ziekteverschijnselen zullen ontwikkelen als ze met het Manaus variant besmet zijn. En het besluit om de scholen te sluiten komt vanuit het ministerie. Dat klopt. Wij hebben dat besluit genomen. En het is besproken naar aanleiding van de inzichten die we kregen van het Outbreak Management Team. Outbreak Management Team geeft adviezen op basis van de recente ontwikkelingen, cijfers en statistieken. Wanneer wij dat advies krijgen van het OMT, proberen wij dat binnen de regering
te bespreken en daar goedkeuring voor te vinden. En er is goedkeuring aangegeven vanuit de regering. De scholen zijn inderdaad gesloten, maar u hebt de minister van Onderwijs ook gehoord. Het onderwijsproces is niet gestopt. We moeten proberen en ik weet dat heel veel scholen trachten door middel van onderwijs op afstand toch nog onze kinderen van onderwijs te voorzien. Het is een elementair recht voor alle kinderen om onderwijs te genieten. En ook wij zullen als overheid proberen aan dit recht te voldoen. We moeten proberen, en wat is het risico op scholen? Het zijn niet alleen kinderen op scholen, het zijn ook volwassenen op scholen. En het risico op besmetting is groot. Het kan zelf tot mass spreading events leiden. Dus wij zeggen, voorkomen is beter dan genezen. Dus ik sta op uit bed, ik ga baden, ik ga mijn broodje lekker eten. Dan kom ik hier zitten en dan wacht ik op het zijn van die vrouw. En als ze een link stuurt, log ik dan in en dan krijgen we les van de juf. Aantallen met behulp van een gegeven tabel bepalen. De leerlingen hebben eerder leren durven. Wij zijn als ministerie van Volksgezondheid in ieder geval blij dat de kinderarts Dr. Kloof aangegeven heeft dat er niet ontkend wordt dat er kinderen opgenomen zijn in andere ziekenhuizen. Misschien niet zo ernstig ziek, maar om andere redenen, ter isolatie. Maar het is belangrijk dat het ministerie moet inzien dat dit natuurlijk ook consequenties kan hebben wanneer wij meerdere besmettingen zien bij kinderen. Dus ik ben nog steeds content met het feit dat wij als ministerie van Volksgezondheid stellen dat wij besmettingen onder kinderen goed moeten monitoren, ook goed moeten monitoren, dat er geen toename plotseling ontstaat in de zorg naar kinderen toe, in veel ernstigere infectiegevallen of ernstigere symptomen. En dat zal het ministerie in overleg met de kinderartsen zeker doen, dat wij een goede monitoring hebben van de situatie van onze kinderen. Dat de druk nu extra zwaar ligt op de zorgsector is te blijken uit de dagelijkse positieve gevallen die erbij komen. Via het ministerie van Volksgezondheid wordt daarom een beroep gedaan op alle verpleegkundigen om een steentje bij te dragen ter bestrijding tegen het coronavirus. Wij kunnen het niet alleen. Wij hebben jullie hard nodig. Woorden van onze gezondheidsminister Amar Ramadien. De druk op de zorgsector is enorm toegenomen in de afgelopen dagen. We hebben geconstateerd dat het aantal besmettingen op dagbasis nu enorm hoog is. We zien ook percentages van besmettingen, positieve besmettingen, althans tussen de 20% en 25%. Dat is een fikse aantal besmettingen. En iedereen die positief is, maar ook ziekenzorg nodig heeft, moet worden opgenomen in een ziekenhuis, in een ziekeninstelling, onder medische coördinatie. We hebben ook het beleid van isolatie waarbij we alle positieve isoleren. Met als doel eigenlijk om zodra je positief bent, je te isoleren in overheidssetting, waardoor je niet meer een gevaar bent voor de rest om je heen, voor de samenleving dus. En dat heeft gewerkt. Dat heeft gewerkt in de afgelopen 2 golven. We hebben daardoor, en ook door mensen adequaat te behandelen, 1. De besmettingen zien afnemen. En 2 is, we hebben levens bespaard. We hebben levens bespaard omdat mensen adequate medische behandeling hebben gehad in de ziekenhuizen. Nu op dit moment zien we een fikse toename van besmettingen. Iedereen wordt geëvalueerd en er wordt bepaald waar hij naartoe gaat. Heb je onderliggende aandoeningen, dan moet je sowieso in het ziekenhuis opgenomen worden. Heb je extra begeleiding nodig? Ook. Maar ben je ernstig ziek, zuurstofbehoeftig of een andere klacht, dan is een IC-opname onvermijdelijk. Maar we hebben niet zoveel IC-bedden. Onze IC-bedden staan nu op maximum. Onze IC-bedden, dus de IC-capaciteit, is vol. Er worden vanuit de ziekenhuizen, in overleg met de specialisten, op allerlei inventieve en creatieve manieren gekeken om toch nog de zorg te blijven continueren. Mijn dank is enorm groot aan de specialisten die zich dag en nacht inzetten om dit voor ons te realiseren, om voor de samenleving deze garanties te bieden. We hebben gezegd, er is een groot, wat we constateren, is een groot probleem op dit moment. Met name de human resources. Human resources is niets anders dan je verpleging, je artsen, andere ondersteunende krachten. Die hebben we niet.
en genoeg aanwezig. Dus we moeten van allerlei manieren, op allerlei manieren proberen toch de verpleegkundige human resources te garanderen. Op dit moment hebben wij als ministerie gevraagd aan de RGD, waar we ook heel veel verpleegkundigen hebben, om tussen de 60 verpleegkundigen en 30 ziekenverzorgenden vrij te maken in verband met de opschaling van de COVID-zorg. Dus deze verpleegkundigen gaan we nu dirigeren naar de COVID-zorg. Dit is natuurlijk ook niet zonder consequenties, want je haalt eigenlijk een systeem uit een systeem waar eerste lijn zorg wordt aangeboden, nu mensen weg. Dus je krijgt al een zekere mate van ontwrichting, maar het moet natuurlijk op een verantwoorde wijze geschieden. En je plaatst die mensen in een gebied waar ze niet de dagelijkse werkzaamheden daartoe goed voorbereid zijn. Maar het is all hands on deck. We hebben allemaal een basale, zorgpersoneel heeft een basale medische kennis. We gaan moeten werken met de krachten die we hebben ter beschikking. Dus er is een beroep gedaan op de RGD. De directieven en instructies zijn al gegeven. We moeten nog deze week de verpleegkundigen vrij krijgen. Aan de andere kant zal het ministerie is met een strategie gekomen om leerlingverpleegkundigen die aan het eind van de studie zijn, dus de vierdejaarsverpleegkundigen, middenverpleegkundige opleidingen, de ruimte te bieden nu al in dienst te komen van het ministerie van Volksgezondheid. Om als buddy, dus als ondersteuning te zijn voor de verpleegkundigen. En die sollicitatieoproepen zijn reeds de deur uit. Dat betekent, ik roep alle leerlingverpleegkundigen op die aan het eind zijn van de opleiding. Volg u even de berichtgeving en we roepen u op, komt u alvast werken. Het is een enorme uitdaging die we met z'n allen hebben, maar het is voor u als leerlingverpleegkundige de gouden kans die u aangeboden wordt. Om in dienst te komen van de overheid, alvast ingezet te worden in de COVID-zorg. Het is een enorm groot leermoment ook, welke velen tot zich moeten nemen. Je bouwt enorm veel ervaring op, je leert direct wat infectiepreventie is, je leert direct hoe je moet organiseren in een setting waar we niet gewend mee zijn. Het is nieuw, maar het is een grote uitdaging. Dus alle leerlingverpleegkundigen zijn hierbij opgeroepen om via hun opleidingen, dus de leerlingverpleegkundigen die aan het eind van de opleiding zijn, om via de opleidingen hun sollicitatieverzoek te doen om in dienst te komen, om ingezet te worden in de COVID-zorg. Susa Holband is verpleegkundig directeur in het 's Lands Hospitaal. Om de druk op de zorg te verminderen, ligt helemaal aan de samenleving. Wij nemen de situatie niet serieus in Suriname. Mensen worden ongehoorzaam en blijven hun ding doen. Ik snap het dat mensen terug willen naar het normaal, maar dat kan nu nog niet. We moeten ermee leren leven, maar wat ik eigenlijk merk is dat we als samenleving niet altijd zo nauw nemen met COVID. Met die verstande dat we nog steeds merken dat er mensen willen terug naar het alledaagse, wat we deden voor maart vorig jaar. We zijn een zeer sociaal voelend, lievend samenleving. We willen met elkaar socializen, we willen feesten, we willen dansen, we willen gaan chillen. En dat kan allemaal nog eventjes niet. En dan merk je dat mensen ongehoorzaam worden en toch hun dingetjes gaan doen met alle gevolgen van dien. Persoonlijk zag ik, zolang je mij geen hoofdpijn bezorgt, doe je ding. Maar het komt terug op ons binnen die zorg, want wanneer, nu zitten we weer in die derde golf en wie gaat eronder lijden? De mensen in de zorg, het verplegend personeel. Zij gaan weer minder tijd hebben voor hun gezin. Zij gaan weer minder leuke dingen kunnen doen met hun gezin. Zij moeten frequenter opnemen. Vanmorgen zei iemand tegen me van, ja, maar ik heb gemerkt dat die zusters haast niet rusten alvorens ze weer in de dienst komen. Moet dat? Raken ze niet uitgeput? Ik zeg ja, ze raken uitgeput. En mind you, ze doen het echt niet om dat geld, maar ze doen het gewoon omdat er niet genoeg personeel is. Toch? Ik heb stennis gehad met mijn collega's van andere ziekenhuizen, omdat ik zwangeren zelf van huis moest halen om te komen helpen, omdat ik geen hulp kreeg.
Iedereen zei, ik heb geen personeel, ik heb geen personeel, maar ondertussen liggen die patiënten hier. En dan moet jij wel bedenken hoe je dan het een en ander gaat forceren om die patiënten toch die zorg te kunnen bieden. Gelukkig, en ze weten het van mij, we vechten met elkaar, maar ik kan op mijn meisjes rekenen. En jongens, want elk worden die jongens boos. Ik kan echt op ze rekenen. Als ze merken dat de dienst vast zijn, zullen ze zeggen van, zuster, ik kom. Toch? Ik heb op een gegeven moment gezegd van, oké, de afdeling moet weer open, maar ik ben een beetje moe om steeds te schuiven met mensen. Ik wil mensen die vast daar op de afdeling gaan werken. En spontaan hebben anderen zich aangeboden. Maar dat betekent natuurlijk ook weer dat ik heb afgeroepen van de andere afdeling, dus ik moet weer sollicitanten halen om daar te zitten. Maar ze staan, ze zijn bereid om het werk te doen. Omdat de druk op de zorg enorm groot is, wordt er binnen het ministerie gekeken naar de mogelijkheid om mensen die besmet zijn, maar niet ziek zijn, in thuisisolatie te plaatsen onder monitoring van de huisartsen. Er is ook een kwestie met betrekking tot de noemer thuisisolatie. Wat bedoelen we daarmee? Thuisisolatie betekent, we gaan proberen vanuit het ministerie om zoveel mogelijk mensen die niet zo ziek zijn, in hun eigen omgeving te laten blijven, terwijl ze positief zijn. Dat wil je eigenlijk niet hebben. We hebben dat nooit gedaan. We hebben dat gedaan in situaties waar het niet anders kon, onder goede monitoring. Ook dat zal dit keer moeten plaatsvinden. Het is niet zonder risico's. Wanneer iemand besmet is en in thuisisolatie gaat, is er enorm groot vertrouwen die we plaatsen in de persoon. Om zich niet buiten te begeven. Om niet geen risico's te nemen met bewegingen van je. Je gaat niet naar de winkel, ga niet naar een feestje of een zitje, je bent positief. Dat zijn de mensen die positief zijn, maar niet zoveel klachten hebben. Maar er is een periode van recovery nodig, dat ze niet meer besmettelijk worden. In andere landen wordt dit al vanaf vorig jaar zelf toegepast. We hebben steeds gekeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk overheidsisolatie te doen. Maar we komen er niet onderuit. Die druk op die zorg is te groot. Dus we gaan over naar thuisisolatie. En daarvoor is er ondersteuning nodig. Er is monitoring nodig van iedereen die in thuisisolatie is. Wie moet dat doen? Kunnen wij dat alleen doen? Nee, we hebben de huisartsen nodig. Dus we hebben ook een onderhoud met de huisartsen. In dit onderhoud zullen wij de huisartsen vragen om hun patiënten voor ons te monitoren. Het is niet veel gevraagd. We hebben all hands on deck. We moeten met z'n allen proberen de oplossing te brengen. De verlichting in die zorg te brengen. Hoe meer mensen we in thuisisolatie hebben, hoe meer huisartsen nodig zijn ook voor de monitoring. Hoe minder druk op de zorg, hoe minder zwaar het is voor de mensen die daadwerkelijk die zorg nodig hebben. Hoe sneller en hoe meer garanties we kunnen bieden voor die mensen die zorg echt nodig hebben. Verpleegkundigen inzetten voor personen die echt begeleid moeten worden. Maar neem niet weg dat we niet moeten onderschatten dat iemand in thuisisolatie ook kan verslechteren. En daarom is monitoring nodig. Dus, we doen elke stap door goed na te denken, verantwoord en in overleg met de desbetreffende ziekenhuizen, specialisten. En daartoe biedt de overheid de ondersteuning. De druk op de zorg neemt dagelijks toe. Alleen wij als Ranamangs kunnen helpen dat onze zorg het minder zwaar heeft. En dat doen we simpelweg door ons te houden aan de maatregelen. Met zijn statement heeft de minister getracht wat verduidelijking te brengen over dat van kinderen en COVID-19. Laten we stoppen met elkaar op te jutten en zaken negatief naar buiten te brengen. Vooral niet op social media, omdat de wereld naar ons kijkt. Ik wens u verder een fijne voortzetting van uw dag toe en we zien elkaar morgen weer. Goedendag.